Wouter van Oorschot was beslist niet bescheiden. Luister naar het vers dat hij zelf heeft geschreven en staat in de gevel boven de regentenkamer van een naar hem genoemd hofje. Wouter van Oorschot laat hier zijn liefde blijken. Den armen tot troost, een voorbeeld aan de rijken. Overleden den 19e maart anno 1768. Op deze plaats stond het, door de Broederschap der Heilige Geest in 1300 gestichte, Heilige Geesthuis. Nadien was in het gebouw het kinderhuis gevestigd. In 1768 is in testamentaire opdracht van Wouterus van Oorschot dit hofje gesticht. Wouter had wel bepaald dat de van hem afkomstige tekst op een duidelijke plaats op het hofje moest worden geplaatst. Het hofje van Oorschot heeft in de jaren 60 landelijk volop in het nieuws gestaan. In de tuin van het hofje was namelijk een standbeeldje geplaatst van de eerste vrouw Eva. Waarom was Eva zulk groot nieuws? Wel, Eva staat daar zonder kleren, naakt. Tegenwoordig niets om over wakker van te liggen, maar toen konden de bewoners van het hofje, maar ook een hele hoop inwoners van Haarlem, zo'n beeldje niet erg waarderen.